سلمة رضي الله عنها bewonder zoals de geleerden hebben gezegd, zoals het staat in de boeken van Sier, was een van de mooiste vrouwen, maar ook de nobele vrouw. En ze was, wat kenmerkend voor haar was, haar verstand had niet. Zij was zeer verstandig. En ook haar wijsheid. Als het gaat om haar mening geven over iets, of bepaalde advies geven over iets. En ze zei tegen de boodschapper van Allah, o boodschapper van Allah, ze durfde niet te leven. Maar ze zei, ik heb wel drie zaken waarmee ik zit, waardoor ik niet snel de neiging heb om ja tegen je te zeggen. Profeet vroeg, wat is er aan de hand? Waarom? Ze zei, één, ik ben een vrouw op mijn leeftijd. Ze is niet meer jong is. Een tweede zaak, ze zegt, ik ben een vrouw met kinderen. Ze had drie kinderen. Een derde zaak, ze zei, ik ben een vrouw die heel erg jaloers is. Dus de profeet Slaatje trouwde met Om Salama, radiallahu anha. En het was een gezegende huwelijk. Het was een gezegende huwelijk met een gezegende echtgenote en echtgenoot. Een van de mooie overleveringen die praten over het huwelijk van de profeet was met Om Salama, is toen de profeet Slaatje, dus het huwelijk heeft geconsumeerd met Om Salama, zei hij tegen haar, in shirti, sabba'tu laki, wa sabba'tu linisa'i. Wa fi riwayat in een andere overlevering, in shirti, sabba'tu indaki. Wat betekent dat? In ons geloof, als een man trouwt met een vrouw die maagd is, is het zeer aanbevolen dat die man 7 dagen met die vrouw blijft, dichtbij. Zodat hij haar genoeg aandacht geeft, zodat ze dan elkaar, ze gaan nu in het huwelijk treden. Iemand die je niet kent, je moet dan bepaalde aandacht geven. Iemand een beetje leren kennen dan in het begin. En als je iemand trouwt met een vrouw die eerder is getrouwd, dan is het aanbevolen om 3 dagen met haar te verblijven. De profeet zei tegen haar, als je wilt, kan ik 7 dagen met je leven. Als je wilt, maak ik er 3 ervan. Zij, radiallahu anha, zij, o boodschapper van Allah, maak er 3. Verder. De geleerden hebben hierover gesproken, hier hebben ze ook bepaalde juridische leringen eruit getrokken. Want in die uitspraak van de profeet Sabbatu Laki, Walinisa'i, dat betekent dat hij dan 7 dagen met haar gaat blijven. Vervolgens 7 dagen met een andere vrouw gaat blijven, 7 dagen weer met een andere vrouw gaat blijven. En op dat moment had hij ongeveer 5 dagen. In haar gedachte, als hij 7 met haar blijft en 7 weer met een andere vrouw, dan duurt het te lang voordat hij weer bij haar is. Vandaar dat ze die keuze heeft gemaakt om die 3 dagen te doen. Een van de mooie zaken die Om Salama kenmerken, is dat Jibril een keer naar de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam is gekomen terwijl Om Salama bij hem was. En hij ging met hem praten. De profeet zei tegen Om Salama, wie is dat? Al-Qadar Ali, qalat hadha Dihya. Dihya is een man, een metgezel, dat heet Dihya ibn Khalifa al-Kalbi. Jibril
alayhi salam kwam in de gedachte van Dihya, Fa'ad. Dihya ibn Khalil al-Kalbi. En kwam ook een keertje in de gedachte van een man die wit gekleed was, zoals het staat in Hadith Jibril. In dit geval kwam Jibril in de gedachte van Dihya al-Kalbi. Dihya ibn Khalil al-Kalbi. Zij zei haar de Dihya. فلما قام تنهي الدخين قالت والله ما حسيته الا اياه حتى سمعت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل. Dus zij heeft eigenlijk Jibril gezien. En dat was wat bij haar. Maar ze dacht dat het de metgezel was, Dihya ibn Khalil al-Kalbi. قال لابي قلت لابي عثمان ممن سمعت هذا؟ قالت من اسامه بن زيد. De geleerden noemen dat een van haar, dus mooi, de mooie zaken die zij heeft meegemaakt, is dat zij Jibril dus wel heeft gezien. Dat werd gezien als een manqaba voor om Salama radiallahu anha. Het verhaal die ik net heb verhaald, staat in het boek van Imam Bukhari radiallahu anhu wa rahimahullah. Een van de belangrijkste meningen en zaken die geschreven zijn in de geschiedenis van Salama is dat toen de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft besloten om een umra te doen. Een keer nadat de slagveld van voorbij was, de Geibar voorbij was, zag de profeet in zijn droom dat hij Medina gaat bezoeken. Dat hij Mekka gaat bezoeken. En hij woont in Medina. Hij is nu al een paar jaar in Medina. De islam heeft wel voet op de grond gekregen. Op een dag zag hij in zijn droom dat hij naar Mekka zou gaan. Stond op en hij zei tegen de metgezel: bereid jullie voor, we gaan naar Mekka. Het was niet eerder aangekondigd of zo. En het was ook niet iets dat zij, zeg maar, wapens moest nemen of een plan waren om oorlog te voeren of zo. Nee. Hij dacht, ik ga gewoon de umra krijgen. De metgezellen hebben zich voorbereid. Het aantal mensen die dan met de profeet zouden gaan was gewoon de duizenden mensen. Een reis van Medina naar Mekka. Een reis die eigenlijk in die tijd 8 dagen duurde. Alles onderweg, niet gemaakt. Voordat ze in Mekka waren, en om precies te zijn in de Hudaybiyya. De mensen van Mekka hebben gehoord dat de profeet naar Mekka komt. En ze wilden het niet. Ze willen niet dat de profeet Mohammed slaas naar Mekka binnenkomt. De Omar Ali zegt voor een dag, ze wilden het niet. Dus wat deden ze? Ze stuurden mensen naar de profeet. Van dat hij niet Mekka binnen mag krijgen. Verschillende mensen kwamen met die boodschap. De profeet wil gaan kijken, onderhandelen met hem. Van toch om binnen te gaan. Uiteindelijk hebben ze een man gestuurd, Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr ging met de profeet in onderhandeling. En de profeet tekende een verbond. Wat heet in de geschiedenis van de islam, in de sira van de profeet, Sulhul Hudaybiyya. Eigenlijk een soort verbod waarin een bepaalde verzoening is bereikt met bepaalde punten. Dus een soort verbod met een ongelovige aangaan waarin de profeet Rasulullah bepaalde punten heeft besloten die in eerste instantie nadelig zouden zijn misschien voor de moslims. Die geen kennis hebben of die niet weten. In zo'n zorg staat dat de moslims Mekka niet binnen gaan treden. Dat ze terug moeten keren. Ze hebben een hele afstand afgelegd. De reis van Mekka, van Medina naar Mekka, is ongeveer 500 kilometer. Net voor Mekka. Ze hebben dus bijna 450 kilometer in die tijd met die middelen afgelegd. Ze staan
de rand van Mekka, ze mogen er niet heen. De profeet ging akkoord. Dat zij Mekka niet in gaan, maar dat ze pas een jaar later komen en dan mogen ze 3 dagen in Mekka verblijven. De omra doen en teruggaan. Dat is één van de punten. Een ander punt, dat er geen oorlog zal zijn tussen hun en de Mekkanen voor een periode van 10 jaar. En als iemand moslim wordt in Mekka, dan mag hij niet gaan naar Medina. Een aantal punten die wel in het begin heel moeilijk klonken bij de metgezellen. Toen de profeet die akte sluitte met Suhail Muhammad, dan heeft hij tegen de metgezellen gezegd: laat het vertrekken. Dat was voor de moslims een groot donker. Kun je nagaan, je hebt een hele reis afgelegd en de Kaaba zit in de harten van de moslims. Mekka zit in de harten van die moslims. Het huis van Allah is daar, die moslims die hebben hun huizen verlaten, alles verlaten en die mochten ze even toch binnenkomen. En totdat ze bij Mekka waren gekomen en nu moeten ze gewoon terugkeren. Het was een hele grote donker, Omar werd boos. Omar met zijn karaktereigenschappen kwam naar de profeet. Hij zei: ja, Rasulullah. En is naar de hak voor hem aan het laten. Wij volgen toch de waarheid. Wij zitten toch op het recht pad. Toen zei hij: ja. Hij zei: van niemand de niet of die dienen naar ja, Rasulullah. Waarom gaan we ons vernederen van hem, oh, wat zal er van Allah? Dus voor hem was dat een vernedering. Anders dan Omar lag, gewoon erin. Maakt niet uit wat er gaat gebeuren. Toen zei de boodschapper van Allah: in ja, Rasulullah, wa la asay. Ik ben de boodschapper van Allah en ik ga hem niet ongehoorzaam. Maar Omar was aan het koken van binnen. Opeens moeten we dan allemaal teruggaan nadat we zo'n afstand hebben afgelegd. Hij ging naar Abu Bakr. Hij zei: ja, Abu Bakr. En is naar het hak gewoon aan het. Wij zijn toch op het pad van Allah. En zij zijn toch op een vast pad. Waarom moeten we ons vernederen voor hun? Toen zei hij precies hetzelfde als wat de boodschapper heeft gezegd. Hij zei: inna huwa rasulullahi wa la yasay. Hij is de boodschapper van Allah en hij gaat hem niet doen. Dit werd iets met de mekkers gezegd. En toen de profeet hun heeft gevraagd om zich te voorbereiden, te scheren en te voorbereiden om terug te gaan, vonden zij het moeilijk. Omdat het even, de donker van je mag Mekka niet binnen, was nog heel groot. De profeet ging naar zijn tent en omzetten was met hem meegegaan op zo'n reis. Want ons profeet ging lopen voor zijn vrouw als hij ergens naartoe ging. En ze zei tegen hem: wat is er ook boodschapper van Allah? Hij zei: van dit is gebeurd en dit is gebeurd. Toen zei ze tegen hem: al boodschappen van Allah, ga naar buiten en scheer. Want als zij zien dat hij gaat scheren, dat betekent dat het afgelopen is. Als je op het programma gaat, dan begin je met Tilbiyah, je Tawaf, Sa'ir, die je achter mag aan Ibrahim. En dan het laatste wat je doet is knip of scheer. Ze zei tegen hem: doe het, dan weten ze dat het klaar is. Zij ging naar buiten, luisterde naar het advies van Omzijbal en hij ging scheren. Op dat moment wisten zij dat het klaar is. En toen hebben ze het gedaan en toen keerden ze terug. Maar dit stuk, dat advies van Omzijbal, radiyallahu anhu, heeft gegeven aan de profeet Sallallahu alaihi wasallam, heeft een belangrijk effect gehad op hem en op de gemeenschap. En geen enkel boek van Sira die praat over Omzijbal of praat over Hudaybiyah of Sulh Hudaybiyah of dit verhaal naar voren wordt gebracht en het advies van Omzijbal duidelijk wordt genoemd en hij ging precies doen wat haar wat zij zei en uiteindelijk heeft het tot gelijk wat de metgezellen hebben gedaan en terug zijn gegaan. Kleren weer uit. Kijk,
Velen van ons hebben uit culturele achtergronden meegekregen dat je wel naar advies van je vrouw moet luisteren, maar dat je niet naar moet handelen. Onzin. Als een vrouw iets inziet die goed is, een advies geeft, waarom luister je dan niet naar zo'n advies? Kijk, als de profeet Sallallahu de leider der gelovigen, de leider van de islamitische staat, de opvoeder, gewoon dat advies heeft opgevangen en daarna heeft gehandeld en uiteindelijk heeft zo'n advies de vruchten. Dan hebben we dus de vruchten daaruit geplukt, waarom zouden wij niet werken met zo'n advies? Dus dit is belangrijk natuurlijk. En dat je als je in gesprek gaat, soms kan die vrouw iets inzien wat je moet zien. Het is niet een vernedering voor jezelf als je luistert naar advies en een ander naar handelt. Dit is geen vernedering, want veel mannen kunnen het niet accepteren als een vrouw advies geeft. Maar veel vrouwen zeggen ook, we geven veel advies, maar er wordt niet geluisterd. Maar als een vriend van hem dat zegt, of zijn moeder dat zegt, of iemand dat zegt, dan gaat hij handelen. die we kunnen
toepassen in ons dagelijks leven. Inna huwa li dhalika kullihi wa qadir alayhi. Alhamdulillahi rabbil alameen. En volgende week, inshallah, zondag, hetzelfde tijd, gaan we door met de verhalen van de moeders der gelovigen. Met een verhaal of een paar verhalen van de moeders der gelovigen. En natuurlijk is het belangrijk dat we deze leren, die verhalen en deze verhalen toepassen zoals ik dat in het begin heb gezegd. Maar ook belangrijk is dat we onze dochters, onze moeders, onze zussen ook uitnodigen om te luisteren naar deze verhalen. En deze verhalen zorgen ervoor in ieder geval dat ons iman toeneemt met betrekking tot deze vrome vrouw. Want het lezen uit de verhalen van deze vrome mensen echt zorgt ervoor in ieder geval dat ons iman toeneemt. En ook belangrijk daarbij dat je dan een voordeel hebt. Als het gaat om beproevingen, dan ga je denken aan bijvoorbeeld Umm Salama en Aisha en andere moeder der gelovigen die allerlei beproevingen hebben meegemaakt in het leven. Want veel van onze zusters en broeders denken dat wij leven in het paradijs. We zijn niet in het paradijs. We zijn in het wereldsleven. En wij zullen veelvuldig beproefd worden. Een moslim is dat vaster. Bij beproevingen doet hij altijd een istirja. In een lauwe neerja. Probeer de juiste dua's te doen, precies zoals het dit verhaal van Umm Salama. Ze kende dua, ze dacht bij zichzelf, ja, wie is beter dan Umm Salama? Maar toch heeft ze de dua gezegd, ze vertrouwde op Allah en Allah heeft haar beter dan Umm Salama gegeven. Want met zekerheid zeggen wij dat de profeet de beste was. De beste was hij omgaan met vrouwen, met kinderen, met mensen, met gelovigen, met ongelovigen. Dus deze leerlingen die we halen uit deze verhalen, moeten we met z'n allen streven om het in ons dagelijks leven te praktiseren. Ik zal het inshallah hierbij laten, volgende week gaan we verder. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Maar zoals broeder Hassan heeft aangegeven, jullie zijn allemaal uitgenodigd om de ervaring in de moskee mee te maken. Doe het als je in staat bent. En reken op de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala.